Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Team Fruit. In de rubriek Achter de Kleedkamerdeur blikt Voetbal International terug op wedstrijden die na rust compleet kantelden. Soms zijn de eerste en tweede helft van een duel een wereld van verschil. Hoe komt zo'n remontade eigenlijk tot stand? In deze aflevering neemt Mark van Hintem, oudspeler van RKC en momenteel technisch directeur van VV Venlo, ons mee naar 1991. De meest krankzinnige eredivisiepot ooit. Een wedstrijd die nog steeds in de recordboeken staat. Wat je dan hoort inderdaad is 6-6. Hoe kan dat? Hoe kan dat in hemelsnaam? Maar voor jezelf ben je hem nooit vergeten, omdat het natuurlijk zo apart is. En ik weet nog toen de tijd dat er ook gedacht werd dat die wedstrijd wellicht verkocht zou zijn. Maar er was totaal geen sprake van, want als je onze spelersgroep een beetje kende. We werden destijds de gangsters van Waalwijk genoemd. Ja, dan kon je al op je klompen aanvoelen dat wij niks wilden verliezen en alleen maar wilden winnen. Ja, je zegt de gangsters van Waalwijk. Waar lag dat aan? Hoe kwam dat tot uiting? Nou, we hadden een aantal spelers in onze groep. Marcel Brands, André Hoekstra. Ja, dat waren echt winners. En als je tegen ons speelde, dan moest je echt het onderste uit de kast geven om te winnen. Want dat ging echt hard tegen hard. De overtredingen waren niet mals. Je had destijds natuurlijk ook minder camerawerk dan nu. Dus er mocht veel meer. En ik weet nog wel, de tegenstanders waren een hekel hadden om tegen ons te spelen, ja. Ja, want die wedstrijd heeft wel iets enorm mythisch, dat die beelden er niet meer zijn. Vind je dat aan de ene kant ook wel mooi dat er zo'n mythe om zo'n wedstrijd hangt? Of had je toch wel graag die beelden nog een keer? Ja, ik had wel dolgraag die beelden willen zien. Ik scoorde twee keer. Eén keer uit een vrije trap en één keer inderdaad een binnentikkertje. Ik gaf ook nog een assist volgens mij op een doelpunt. Ja, voor mij was dat gigantisch. De volgende dag stond er in Brabants Dagblad ook. Revelatie van Hintem draait wedstrijd. De gangsters van RKC speelden in die tijd hun wedstrijden in een bar oud en vervallen stadion. En de spelers van de tegenstander stonden niet met een prettig gevoel onder de douche. Ongelooflijk oud. Het werd ook wel de fietsenstalling genoemd destijds. Hè? En als wij wedstrijden speelden tegen grotere clubs, waarvan we wisten van die kunnen enorm goed voetballen, dan kregen we de opdracht van Leo van Veen om het irrigatiesysteem van het trainingsveld op het hoofdveld te leggen. Dus dan gingen we op de zaterdag of de vrijdag en de zaterdag voor de wedstrijd zondag gingen we trainen op het hoofdveld. En dan was het veld helemaal besproeid en nat. En dan gingen wij trainen om het veld zeg maar dusdanig kapot te maken dat de komende tegenstander heel veel moeite mee had. Die buizen sjouwden we dan zelf. Ja, dat kun je niet meer voorstellen, want dat was echt een heel leidingwerk. Het was een gigantisch stukje arbeid wat je nog moest verrichten. Ja, en zo ging dat toen. En hoe zagen bijvoorbeeld die kleedkamers in die tijd eruit? Als je de tegenstanders, dat weet ik nog wel, die waren bang dat ze als ze 10 minuten onder de douche gingen staan bij RKC, dat ze salmonella-vergiftiging hadden. Dat was echt zo oud, je kan het je niet voorstellen. En ik vergeet het nooit meer, in die tijd speelden we tegen Ajax en daar keek je er toch gigantisch tegenop toen. Hè? Het Ajax van Bergkamp, de Boertjes, noem ze maar op, Aaron Winter. En die kwamen dan naar ons toe in die smetteloze witte TDK-pakjes, wit met rood. En je zag gewoon aan alles dat ze met tegenzin kwamen. Schoudertjes naar beneden. Oh, we hebben hier eens een klote wedstrijd. In een slecht stadion. De fietsenstalling op een slecht veld. Wat wij natuurlijk zelf gecreëerd hadden. En dan ook nog tegen die gasten die erop klapten. Dus dat blijft je wel bij. RKC ging rusten bij een 3-0 achterstand. Maar dan de grote hamvraag. Wat gebeurde er in de rust bij de Waalwijkers? Wij dachten op een gegeven moment was het 3-0, ik weet niet in hoeveel minuten, maar vrij snel was het 3-0 achter. Ja, dan denk je van het is een verloren wedstrijd, het gaat niet meer lukken. Maar toen hebben we elkaar eigenlijk een schop onder de kont gegeven in de rust. En zijn we er vol voor gegaan, we gingen heel opportunistisch spelen. Dus we gingen meer spelen met lange ballen richting de spits. Daaromheen korter achter zitten, de strijd aan en zodoende hebben we het tij kunnen keren. En waren zij die eerst zelf zo goed of waren jullie ook... Wij waren echt slecht. Ja, wij waren echt slecht. De trainer was ook heel boos op ons, Leo van Veen. Dat was ook een trainer die, vond ik, heel veel gochme had. Maar ook een trainer die altijd wilde winnen. Dat had hij er ook heel goed ingebracht in die groep. Als hij boos was, dan wist je ook wel, dan was hij echt boos. En dat was hij in de rust. De tweede helft werd memorabel en daar had Van Hintem een grote rol in. Maar het had nog mooier kunnen worden. Wij hadden ook echt toen het idee na die 3-3 van nu gaan we over ze heen walsen. Nu is het einde verhaal. Volgens mij maakte ik de 4-3 en de 5-3. Mm-hmm. Ja, de 4-3 en de 5-3. Dus dan denk je van ja, nu is het klaar. Zij knakken. Maar ja, in die tijd, dat was gewoon echt zo. Had je zoveel persoonlijkheden op het veld staan. En die gaven gewoon niet op. Die gingen door tot het gaatje. En dat bleek ook bij Twente zo te zijn. Want ze kwamen nog terug. Doordat we hoog druk gingen zetten, ontstonden daar ook veel duels. En er kwam een vrije trap uit rondom de 16.
En we stonden met een rechtspoot en een linkspoot. En ik zag dat de keeper zijn rechterhoek open had, wat te ver open had. Ik zei, ik zie een gaatje, mag ik hem alsjeblieft nemen? En volgens mij was het Marcel Barans, die zei van, doe maar. En toen met effect kon ik hem in de korte hoek draaien. Want iedereen verwachtte natuurlijk ook, als Marcel Barans achter de bal gaat staan, het niet, dat die gaat nemen. Niemand had mij verwacht, dus dat was mijn voordeel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die tweede helft eigenlijk op vleugels. Ik had vleugels onder me. Zo voelde dat echt. Ik zweefde, vooral na dat doelpunt. En alles lukte toen ook. RKC incasseerde vervolgens een treffer, maar liep daarna uit na een 6-4 voorsprong. Met die stand misten de Waalwijkers nog een strafschop. En na de overwinning ze wonderbaarlijk genoeg alsnog uit handen glipten. Na die penalty knakten wij eigenlijk weer. Dus het was min of meer zo'n bokswedstrijd, weet je wel. Het was zo'n tactisch verhaal van, ja, je hebt nu een uppercut gehad en je gaat even liggen. En dat hadden wij op dat moment. Het warme weer, alle omstandigheden, de euforie en dan weer de teleurstelling. En toen kwamen zij weer in de wedstrijd. Zij kregen weer hoop doordat wij die penalty misten. En ja, dat was heel opvallend. Dat we toen in die laatste fase gewoon de rug niet meer konden rechten en erachteraan liepen. Uiteindelijk wordt het dan 6-6, ja. Nadat je een ongelofelijke remontada daarvoor hebt gehad. Ja. Kun je nog herinneren met welk gevoel jullie dan van het veld afstapt? Want enerzijds hebben jullie een wonder geleverd door überhaupt terug te komen. Ja. Maar uiteindelijk geef je ook nog een voorsprong weg. Klopt. Dan overheerst toch teleurstelling. Bij mijzelf niet op dat moment. Omdat je natuurlijk en twee keer scoort en zo jong bent. Ja, dan ben je zo blij. Maar in het team heerst er toch wel teleurstelling. Van ja, we hadden hem moeten winnen. We hadden hem kunnen en moeten winnen. En dat doe je dan toch niet. Maar daar werd vrij snel wel een eind aan gemaakt. Hoor. Want we gingen gewoon gezellig boven in het stadion. Een biertje pakken en het feest vieren, dat we erin gebleven waren uiteindelijk. De wedstrijd was zo spectaculair dat mensen argwanend werden over de uitslag. We kregen dat zo een beetje in de wandelgangen te horen van dat er dan gedacht wordt, ja, van die wedstrijd is verkocht. Maar ja, daar was absoluut geen sprake van. Ik meen echt, in mijn 20-jarige carrière heb ik nooit op het veld gestaan. Met de gedachte dat ik zelf of iemand anders van mijn team of de tegenstander het zomaar liet lopen. Dat was gewoon not done. Ja, dat kreeg je ook nooit voor elkaar, want ik weet zeker, dan werd je helemaal afgemaakt door je medespelers. Dus dat gebeurde niet. De gangsters van Waalwijk die gaven geen punten. Die gaven geen, punt, geen duimbreedte weg, nee. Beelden zijn er dus niet. Het cijfer in de VI van Hintem hebben we wel teruggevonden. En die cijfers werden altijd nauwlettend in de gaten gehouden. We hebben wel een oude VI dus nog gevonden, ja. Waar in ieder geval het wedstrijdblokje in staat. Wat denk jij dat jij toen als cijfer in de Football International hebt gekregen? Een cijfer? Twee doelpunten en een assist volgens mij. 8? 7? Nee, dat was te bescheiden die laatste. Het was inderdaad je had een 8 gekregen. Ja? En je was ook de man van de wedstrijd. Oké. Okay. Dus... Okay, je had als jonge gozer in ieder geval wel je visitekaartje. Dat is een mooi begin inderdaad. Nou, ik weet nog toen de tijd, keek je echt uit, hè, naar die punten in VI. Hè? Dat was natuurlijk iets waar je altijd naar uitkijkt. Van wat heb ik voor punten gekregen? Terwijl ik nu denk van ja, het is totaal niet belangrijk wat een ander daarvan vindt. Maar toch keek je daar wel naar uit als jonge speler. Maar qua score is dit gewoon echt by dit far. Dit is by far uniek. Ja. Ja. Dus we kunnen dit wel bestempelen als de meest krankzinnige Eredivisiewedstrijd die ooit gespeeld is. Ja, ik zou me geen andere wedstrijd kunnen herinneren inderdaad. Nee, klopt. Bij deze. Albert Heijn Teamfruit is een initiatief van Albert Heijn en de KVB, waarin ouders worden aangemoedigd om het team van hun kind te voorzien van fruit. In de voetbal.nl-app kunnen ouders zich wekelijks vrijwillig aanmelden om het teamfruit rondom wedstrijden te verzorgen. Meer weten? Kijk op ah.nl/teamfruit.